Oké, als iemand iets te zeggen heeft, dan ga je gaan. Ik ben er helemaal klaar voor. Hans, ik wil iets zeggen over jouw mooie nieuwe boek. Oh. Hoe je wordt meegenomen in alle helderheid, kijkend naar oude filosofen, alledaagse werkelijkheid. En niet te ontkennen is ook de aroma van Hans Laurentius die daardoor heen klinkt. Ja. Alle complimenten. Ja, dank u. Ja, heel mooi. Dank je wel. Ja, het is een geweldig boek. Ja, het is altijd handig als een ander dat vertelt. Ik had zoiets van, ik kon nou eindelijk eens een geweldig boek lezen. Hekken zoeken, 150 boeken gekocht, kon het niet vinden. Ik denk, nou, dan weet je wat, schrijf ik het zelf toch. Toch niks te doen. Nee, tof, dankjewel. Nee, ze liggen daar in mijn ervaring, het gaat eigenlijk niet over jouw vorige boeken, maar het vloeit er zo uit voort gewoon. Sure. Ik vond het ook verontrustender dan die andere boeken van jou. Oh, oké, okay, cool. Het was een veel grotere mokerslag. Ik ben trouwens ook pas aan het begin, dus het is heel interessant hoe de rest daar gaat. Maar... het wordt steeds raar. Ja. Yeah. De essentie vloeit gewoon overal doorheen en de vorm en de taal en whatever. Doet er helemaal niet toe. Mm-hmm. Nou ja, die doet er in zoverre toe wat mij betreft dat sommige dingen benadrukken de essentie en andere dingen vervagen het. Mm-hmm. Ik ben nogal fan van benadrukken en verhelderen. Maar het was gewoon leuk, gewoon ook voortvloeiend uit interesse. Ik vind Advaita boeken gewoon geen zak aan. Dus ja, vroeger wel, maar al jaren niet meer. Dus dan ga je eens andere dingen lezen. En overal zit de brokken helderheid, als je de helderheid herkent. Dus dan vind ik het ook leuk van, kijk, deze die heeft ook wat gezien en deze ook. En gewoon het spelen met perspectieven op ook maatschappelijke dingen of whatever vind ik ook heel interessant. Ook in een soort je afvragen, je blijven afvragen van, oké, als dat ontdekt is, van de ontdekking is gedaan, wat doet dat dan met de perspectieven op min of meer concrete dingen? Mm-hmm. Dus het was ook in die zin een soort onderzoeken van, oké, hoe ziet het er nou eigenlijk uit? Dus ja, het is gewoon boeiend. En het is dan erg leuk van, ja, als je dat dan kan opschrijven, dat je het ook nog kan uitdelen en anderen daar misschien iets aan hebben of op zijn minst plezier aan beleven of zo. Super gaaf. Dus, blij mee. Nou, ik heb wel een vraag, Hans. Ja. Hoe kun je het beste omgaan met verkramping in je lichaam en wat wil dat zeggen? Is dat weerstand? Is dat... Soms. Ja, niet altijd. Nee. Dus kijk, voor de meeste dingen geldt dat het maar niet één oorzaak of reden of context heeft. Dus verkramping kan in tal van situaties optreden. Een deel daarvan kan weerstand zijn. Nou, hoe ga je daar best mee omgaan? Door de weerstand te onderzoeken. En dus in die zin is het antwoord altijd hetzelfde. Van, we kunnen ons mee laten nemen door iets. Of we kunnen het onderzoeken. En onderzoeken is meer dan alleen maar erover denken. Het is weerstand is een fysiek emotioneel gebeuren. Dat wil dus gevoeld worden. Nou, de standaardneiging is als er een heftige intensiteit is om erbij weg te lopen. Dus mee te gaan in de weerstand of afleiding te gaan zoeken of een substantie naar voorkeur te benutten om het niet meer te hoeven voelen. Er zijn er heel veel van en dat werkt uitstekend, tijdelijk. De andere mentaliteit is gewoon het aan te gaan en het toe te laten en... het zeg maar uit de probleemsfeer te halen. Dus als ik zeg van verkramping is een probleem, dan heb ik het eigenlijk al toegedekt. Ja.
maar wat nou als ik het gewoon open benader als een verschijnsel, wat in de context waarin het optreedt zinnig kan zijn of minder zinnig, dan zit er veel meer ruimte in en dan kan ik gaan kijken van, ja, wat gebeurt er? Sommige dingen die kunnen optreden en dan kan er verkramping in het lichaam voelbaar zijn zonder dat het een probleem is. Als je recht voor je ogen een kind doodslaan, dat er dan enige verkramping optreedt, ja, niet te veel, maar iets, ja, kan ik me iets bij voorstellen. Weet je wel, maar ja, in andere gevallen dan kan het optreden doordat we zitten te denken, oh, als er maar niet dit of dat gebeurt en dan doen we al dit. Ja. Nee, vind ik minder sterk. Is het ook een relatie met angst? Ja, meestal. Meestal. Maar niet altijd. En dus dit is niet in het hoofd op te lossen, is eigenlijk wat ik zeggen wil. Dus als het optreedt, kun je het zien als een probleem of als een mogelijkheid. Ja, het laatste heeft de voorkeur. Ja, bij mij wel. Ja. En dat is altijd in de context van als we willen opgroeien naar een volwassener of misschien zelfs wakkere modus. Als we het wel best vinden en we vinden het leuk om mee te gaan in weerstand, dan gewoon lekker laten zo dan. Dus ja, ook dat is allemaal contextafhankelijk van... Het kan ook een toegangspoort zijn voor bewustzijn. Ja. Kijk, alles waar je nee tegen zegt, dat beperkt je blik in de basis. Ja. Dus ik wil daar niet naar kijken, ja, dat is jammer. Want alles waar je niet naar wil kijken, alles wat je onbewust laat, dat heeft jou eigenlijk in zijn greep. Nou, onbewuste dingen en wakkerheid of volwassenheid verhouden elkaar zich niet zo goed tot elkaar. Nee. En in een metafoor die ik de laatste tijd wel eens gebruik, een meer muzikale metafoor, van als je zegt van je kunt als mens, net als een gitaar, beter of minder goed gestemd zijn, dan is ieder ding waar je niet naar wil kijken een bijdrage aan ontstemd raken. Nou, hoe meer helderheid of openheid er is, hoe beter je kan luisteren en gaan fine-tunen van oké, dit is mijn klank of mijn akkoord. En dan kun je luisteren van, ah, wacht even, van op dit spoor, laten we zeggen de geestnaar, die zit niet helemaal lekker. En dan kun je net doen alsof het er niet is, of je afleiden of gewoon doorpingelen. Maar iedere keer kom je toch die klank tegen die, ja, het klinkt gewoon niet. Right. Nou ja, dat kunnen we accepteren en zo is het leven nou eenmaal. Of we kunnen gewoon eens gaan kijken wat daar gebeurt. Maar iets onderzoeken kan alleen vanuit een openheid en een interesse. Ja. Nooit vanuit een vorm van afkeuring. Waarbij nog komt het op een ruimer level, bewustzijn zelf keurt nooit wat af. Dus ook verkramping niet. Dat kan dus gewoon ontvangen worden en gezien worden in al zijn bewegelijkheid. Want het verandert de hele tijd. Oh, dit soort beweging zit erin. Dit soort klank of dit soort kleur. Dit zijn de triggers. En dan kun je gewoon daar eens naar gaan kijken. En dan ga je dingen ontdekken. Als je maar blijft meegaan met de weerstand, dan word je alleen maar steeds beter in het weerstand bieden. Is dat een antwoord? Ja. Oké, cool. Ja, bedankt. Thanks. Het lijkt alsof die klank een soort van binnen iets bewust maakt. Mm. Van oké, ik hoor je woorden en van ja, wat spreekt me aan? Want ik weet dat die hersenen die werken helemaal zo met zo min mogelijk input, zoveel mogelijk output. Dus je zit met je gewoontes en je hebt ermee leren leven. Ja, het gaat allemaal wel. En alleen als je dan die hele mooie muziek wil horen, want daar gaat het om. Het gaat er niet eens zozeer om wat je hoort, maar van ja, is dit eigenlijk wel wat je wil horen? Ja. En dat is dan weer een soort die weerklank in jezelf, van verdomme, als het ja is, nou, maar als je zegt van ik wil een hele goede klank, ja, dan moet je toch ook naar binnen gaan kijken van, goh, wat resoneert daar, wat niet lekker zit op de een of andere manier, en wil ik het eigenlijk wel? Want dat is ook, ja, in die kop wel, dat is niet zo moeilijk, maar in het echisch, van in dagelijkse praktijk, ja,
dat is gewoon een verdomde laster. Alsof je tegen de soort tegen de bierkaai moet vechten. Ja, soms. Gewoontes, weet ik veel. Ja. Voorkeuren. En dat vind ik weer het mooie in jouw boek. Want het confronteert je enorm van, ja, met die aannames en alles waar je in gelooft. Ja, ja. Wil je dat eigenlijk wel? Ik fuck. Nee, man. En dat vind ik een lastige van alles. Ja. Alsof het gras onder je voeten vandaan gemaaid wordt door jezelf. Dat vind ik een lastige periode. Okay. Heel, heel lastig. Als we het simpel willen maken voor onszelf, dan zou je kunnen zeggen dat die gestemdheid, als we die prioriteit 1 maken, dan worden alle andere dingen daar eigenlijk aan ondergeschikt. Dan wordt het een stuk eenvoudiger. Ja, ja. Ik wil weten, wat ik ook in dat boek betoog, van of iets klopt voor mij. Hè? Wat er voor de ander klopt, is zijn of haar zaak. Dus dat is ook gewoon heel fijn van dit principe. Als ik weet dat dit voor mij klopt, zegt dat niks over jou of wie dan ook. Dus het laat de anderen ook meteen vrij. Die hebben hun eigen stemming. Soms kunnen akkoorden goed samenklinken, dus bijvoorbeeld 2 mensen of een groep mensen die ergens aan werken of in een familie of whatever. Weet je wel, maar als iedereen gewoon zich houdt bij van, ben ik juist gestemd, dan kun je heel snel merken van, oké, deze akkoorden die passen bij elkaar een tijd lang, want dingen veranderen, en deze niet. Dat is oké, dan hoeven we niet te proberen elkaar stemming te beïnvloeden en verpesten om het aan te passen aan de mijne. Nee, ik klink zo, jij klinkt zo. Als dat matcht, top. Als het niet matcht, laten we dan elkaar maar rust laten. Ja. Weet je wel, maar als ik dat dus, die stemming, of dat kloppende, als primair doel zet, ja, dan is dat de context. Het gaat mij niet meer om van dat wij wel of geen vrienden zijn, bijvoorbeeld. Het gaat erom dat jij zo optimaal mogelijk klopt en ik. En voor zover ik kan, zal ik bijdragen aan jouw kloppendheid en omgekeerd. En dan zijn we niet meer bezig om elkaar vast te houden of te vervormen. Omdat we dan willen van, ja, we zijn al 10 jaar vrienden en dat moet dan zo. Nee, dat moet helemaal niet zo blijven als bij de vriend of de partner de stemming draait. Maar je voelt van, ja, maar dit klopt voor hem of haar. Then you let it go. Weet je wel, dus voor mij is, ja, het heeft uitdagingen, in die zin is het lastig. Maar als je dat principe helder hebt, je weet wat je noorden is, of je weet wat je klank is, dan is al het andere gewoon ondergeschikt daaraan. Dan wordt het leven heel simpel. Het klopt of het klopt niet. Dat heb ik afgelopen week al gemerkt. Als ik dan naar Philo kijk en dan als ze wat iets doet of juist niet doet wat ik niet fijn vind, en normaal gesproken zou ik daar bij wijze van spreken op ingegaan zijn. Maar nu heb ik zoiets van nee. En dan merk ik dat ik nog meer op mezelf word teruggeworpen, want dan is Philo weer als een soort bliksemafleider. Dan voel ik me best wel weer goed. Maar ja, het gevolg dan is, daarvan is van dat ik dan nog meer op mijn eigen klank. Ja. En ja, dat is het lastige. En het heldere tegelijkertijd. Yes. Het is en helder. En het is ook een gebied wat ik nog niet voldoende betreden heb, zeg maar, zoiets. Ja, en dat is oké. En daarom zeg ik altijd, als gevolg van die metafoor, zeg maar, gitaarspelen is ook lastig. Het duurt een tijdje voordat je maar zelfs een simpel akkoord een beetje kan laten klinken. Als je al geleerd hebt je gitaar te stemmen. Dat is al een dingetje. Vroeger lukte me dat nooit, toen ik letterlijk muziek aan het maken was. En ik denk van, waarom klinken al mijn liedjes zo shitty? Ja, dat had een hele eenvoudige reden. Uiteraard lag het aan die gitaar. Hè? Body plastic. Het was ook niet een hele beste gitaar, maar zelfs een slechte gitaar kun je nog stemmen. Moet hooguit wat vaker. Hans, ik heb een vraagje. Ik heb dat boek nog niet gelezen. Ja, dat is jammer. Volgens mij ging het daarover. Maar het ging erover dat dingen wel kloppen of niet kloppen. Ja. Wat bedoel je daar nou precies mee? Nou, gewoon dat kun je verstaan. Dat kun je leren horen of voelen of weten. Of iets juist is of niet. En dat is dus iets anders dan wat makkelijk is of gebruikelijk of geaccepteerd. Een andere verwijzing die ik in de Vreugde van Verlichting al maakte, die nog wat simpeler is.
als je ligt, dan weet je het. Er is dus een helderheid in, denk ik, iedereen, behalve als je brain dead bent. Die weet wat waar is of niet. Die weet wat vervormd is of niet. Weet je wel, je vertelt iets en je doet er nog net even een draadje bij om wat meer indruk te maken. Of om wat zieliger te lijken of stoerder. Dan weet je dat je de boel aan het vervormen bent. Nou, in de context van muziek, dan weet je dus dat je je stemming aan het verpesten bent. Maar meestal gaan die dingen toch onbewust? Ja, dan moet dus een eind aan komen als je volwassen of wakker wil zijn. Dus dat is geen argument. Ja, het is allemaal onbewust. Ja, dan moet je beter kijken. Of beter voelen, beter luisteren. Misschien als je daartoe in staat bent. Iedereen is daartoe in staat. De vraag is alleen of we daartoe bereid zijn. En de meeste van ons beginnen er pas aan als het leven begint te verringen. Sommigen pas heel laat. Die komen dan in mijn spreekkamer of op een satsang terecht. Als ze burn-out zijn geraakt. Wat betekent dat ze al gemiddeld genomen 5 jaar niet luisteren. En ze hebben de signalen gehad van je werkt te hard of je zit op de verkeerde plek. Of deze baan is niks voor jou of deze relatie is toxic. Ik had er eigenlijk uit moeten gaan. Maar door allerlei angstjes en belangetjes blijven we maar doorhobbelen met een totaal ontstemde gitaar. Waarschijnlijk een kromme hals ook nog. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Mooi. Hoi Hans. Vaak even inzoomen op het horen en het luisteren. Mijn begrip is dat horen, je hoort dingen, maar het luisteren is denk ik een andere kwaliteit. Het luisteren zonder oordeel. Yes. Veroordelen. Wat is puur luisteren? Nou precies dat. Oordeelloos gadeslaan. Zoals jij praat, luister ik naar jou. Zonder een oordeel te geven of mee te gaan van ja, je hebt gelijk of je hebt ongelijk. Mm-hmm. Right. Dus gewoon luisteren, yes. Laat het binnenkomen en kijken wat daar ontstaat. Voilà, that's it. Is dat het? That's it. En dat, in dat boek zeg ik ook regelmatig van het principe van als je iets bestudeert, voorlopig even je oordelen opschorten. Want als je inderdaad meteen al, ik noem dat gewapend met je geheugen, iets wat je hoort of wat je leest of whatever, tegemoet treedt, dan zit je geheugen, inclusief al je misvattingen en voorkeurtjes en angstjes, zit ertussen. Dan kun je eigenlijk niet horen of lezen wat er staat of wat er gezegd wordt. Dus het is altijd handig om de boel zo open mogelijk te hebben. Dan kun je daarna altijd nog kijken wat het innerlijk met je doet en nou ja, wat ervan gevonden wordt, dat kan op het eind dan nog wel. Maar de meeste van ons die zijn getraind om daarmee te beginnen. Dus met die oppervlaktegeest eigenlijk overal meteen een oordeel, ad rem noemen we dat. Ja, ad rem is hartstikke leuk, behalve als je iets wil onderzoeken. En bij mij was zo dat ik, als ik dan een boek lees, dat ik dan, dat onderbouwt mijn denken of mijn weten. He, en dat is dan toch weer gekleurd, dat luisteren. Of dat... Een beetje, yes. En wat je meestal merkt, omdat die neiging er is om dingen te willen vergelijken met bestaande kennis of neigingen. Als je dat opmerkt, kun je gewoon als het ware weer terug. Van oké, dit komt overeen met wat ik al vond, of dit wijkt af, of whatever. Ja goed, oké, even aan de kant. Even verder. Zo heb ik jouw boek, het laatste boek heb ik gelezen. En dan... Jij gaf aan van hij leest per hoofdstuk, hè? Laat het even liggen. Ja, sure. En kijk dan wat er dan gebeurt. En ja, zo'n hoofdstuk deed wel soms 2 dagen. Ja, dat is meestal het prettigste inderdaad. Vandaar dat ik, en dat zeg ik vaker in mijn boeken van Kalleman, de hongerigheid in ons die kan maken dat we zo'n boek gewoon, weet ik veel, in 6 uur uitlezen. Ja, de kans dat het dan echt helemaal doordringt is vrij klein. Tenzij je het daarna gewoon rustig nog een keer leest, maar dan wel gewoon 1 of 2 van die dingetjes per dag. Maar die honger, en dat soort dingen zeg ik, omdat ik die zelf vroeger ook had. Het einde boek was nog niet uit of ik was alweer aan het volgende bezig, weet je wel, in die zoekmodus. Je zit constant naar het gouden ei te zoeken. Ja, dan lees je wel heel veel boeken, maar in hoeverre dat dan werkelijk de kans krijgt om door te dringen, dat vraag ik me af.
ik vergeleek dan, zoals vroeger, dat ik als een leegte voelde, dat ik dan dingen deed, bijvoorbeeld heel veel eten. Ja, ja, precies. Leegte opvullen. Heel veel boeken gelezen. Ja, hey, ik lees om iets op te vullen. Iets op te vullen. Ja. Toen dan merkte ik van, hey, dat is toch wel heel raar. Ja, maar wel mooi als je het door hebt. En dan kun je dus ook gaan onderscheiden van wanneer lees ik nu werkelijk vanuit interesse. En wanneer is het om iets op te vullen of iets af te leiden. Vaak was het ook nieuwsgierigheid. Ja, sure, dat kan. Maar dan nog kan die vergezeld zijn met een soort iets willen opvullen of afleiden. Of een puur geïnteresseerd gebeuren. Als we dat eenmaal weten en we voelen van oké, dit is om iets op te vullen of om iets niet te hoeven voelen. Ja, dan moet je eigenlijk dat boek aan de kant leggen en gewoon doorvoelen wat er aan de hand is. Dat is handiger. Ja, cool. Dankjewel. You're welcome. Even terug naar de gitaar die je net zei. Het kan een ongestemde gitaar zijn. Je hebt natuurlijk stemapparaatjes voor, appjes, helemaal heel simpel. Is in je onderzoek in het leven, zijn er ook stemapparaatjes? Ja, zeker. Die zijn meegeleverd. Die zitten al in je systeem. Dan weet je donders goed. Dus deze vraag stellen is net doen alsof je niet weet wat klopt of niet. En ik geloof er helemaal niks van. En de simpele naam ervoor is eerlijkheid. Een heel eenvoudig niet-Sanskriet woord. Als je eerlijk bent, dan weet je het. Als je geen zin hebt om eerlijk te zijn, dan weet je het niet. Of ja, dan weet je het wel, maar je doet alsof. Ja, dan ga je verschuilen in onzekerheid. Ja, bijvoorbeeld. Of je gaat het overschreeuwen. Ja, ik weet wel dat het niet klopt, maar... maar als je een beetje sensitief bent, dan voel je gewoon van... Dit was ernaast. Shouldn't have done that. Of het omgekeerde. Ik had dit wel moeten doen. Of ik had hier wel iets van moeten zeggen. Als je eerlijk bent, dan weet je dat je dan je mond houdt. Niet uit compassievolle mensenlievendheid. Maar gewoon uit scheiterigheid. Omdat je bang bent dat iemand boos op je wordt. Of dat je je baantje kwijtraakt. Of weet ik veel. Dat de konijnen van slag raken. Something. You know. Dat doen mensen vaker, hè? Zichzelf een brevet van onvermogen geven. Alsof ze het niet weten. Ja, nee, ik begrijp er echt helemaal niks van. Mm-hmm. Really. You know. Het is ook wel heel erg als de konijnen van slag raken. Dat wel, maar in alle andere gevallen gewoon eerlijk zijn. Ja, dan raken ze van de leg, hè? Hans, ik merk wel... een weerstand, wat gaat over concepten en aannames. Ik heb sinds een maand of 3, 4, zo gezegd, een lief. Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, een jonge heer. En, ik krijg meteen wat. en hij zit heel erg ervoor gaan en you're the love of my life en samenwonen tegen een rattenplan. Oh my god. Ja, ergens vind ik het mooi en toch op een ander niveau heb ik helemaal geen interesse. Mooi in dat zeggen. Ja, dat heb ik ook gezegd. Yeah, good for you. Want mijn waarheid is alsof er een soort van meer voorliefde komt voor het niet weten en de open vrije ruimte. Ja. Even zonder richting. Dat is oké. Dus hij moet luisteren naar zijn stemming, zou ik maar zeggen. Jij naar de jou.
Ja, maar ik doe dus niet mijn best om op dezelfde stemming te gaan. Nee, dat moet dus ook niet. Dat is precies wat ik bedoel. Gewoon trouw zijn aan je eigen stemming en dan merk je of het werkt of niet. En of er vanuit die twee akkoorden, zal ik maar zeggen, iets werkbaars ontstaat of niet. Maar als we beginnen allemaal van, oh ja, nou weet je wat, ik doe mijn G-snaar wel een beetje zo. En als jij je B-snaar dan zo doet, dan gaat het wel. Dan heb je twee vervormde akkoorden, weet ja, je wel. Ja. Dat gaat nooit iets worden. Nee, maar ik heb ook geen interesse, weet je. Right, ik good. Zie gewoon, oh ja, hij zit op een ander level. Yes, dat yes. is helemaal prima. En... Ja, een beetje naïef klinkt het, maar... Wat klinkt naïef? Nou, dat van Love of My Life en... Ja. Daar krijg ik al meteen jeuk van, weet je. Ja, nou ja, ik ben blij. Ja, daar krijg ik ook wel een beetje allergie op. Hè? Ja. Nee. En daar zit ook en heel vaak... Ik vind het dan bijzonder dat ik dat nog aantrek. Snap je? Dat is weer de andere kant. Zullen we samenwonen? Zullen we gaan samenwonen? Ja, natuurlijk. Met jou wel, want jij hebt dezelfde allergie. Ik zou eerst eens met Kasia gaan praten. Of dat wel zo prettig is als het lijkt. Op satsang ben ik meestal in goede doen. Ja, het probleem met dat Love of My Life gebeuren is dat er vrij snel van die claimdingetjes in komen. En dan wil iemand, I want you to be mine. Ja. En dat is, weet je, als je dat hoort als je 14 bent, dan denk je echt dat dat het toppunt van liefde is. Maar als je een beetje opgroeit, dan denk je, Jezus Christus, really? Nou, ik zie dus dat ik dan natuurlijk. Ja. Weet je? En ik wil ook geen moeder zijn. Of, voilà. Ik heb ook niks met troost, allemaal dat soort handel. Yes. Dat is interesting. Dus dan zie je weer, sommige weerstanden zijn heel goed. Ja, weerstand tegen te romantische liefde. Is heel verstandig. Tegen bacteriën ook trouwens. Dat is bijna hetzelfde. Ja. Nou, dankjewel. You're welcome. Heerlijk zeg. Ja. Life is simpel. Gewoon hier. Ja. You know. Ho, ho, ho. Ja. Hold your horses. Ja. Ja, cool. Als je hard speelt op een gitaar, dan blijf je stemmen. Het hangt er vanaf. Het hangt van de kwaliteit van de gitaar af. Is dat zo? Ja. En je kunt ook nog van die, ik weet niet hoe die dingen heten, van die locks erop kopen. Dan kun je zelfs, en dan blijft gewoon gestemd. Is dat zo? Ja. Wat zegt dat dan? Goedkope gitaartjes die ontstemmen vrij snel. Slechte snaren ook trouwens. Maar wat zegt dat dan over dat je moet slebben? In de metafoor zou je kunnen zeggen dat naarmate je meer volwassen wordt of meer helder, krijg je de beschikking over een betere gitaar die dus minder snel ontstemd raakt. Of anders gezegd, en dan krijg je een mens die wat minder snel van slag raakt. Hoe minder verwachtingen ik erop nahoud, hoe meer helderheid er is, hoe minder snel ik schrik als iets anders gaat dan verwacht. Als je het heel radicaal maakt, als je geen verwachtingen hebt, dan schrik je nooit als iets anders gaat dan verwacht, want je verwacht niks. Dus in het begin hebben we allerlei verwachtingen waarvan een heleboel er onbewust zijn. En dan gebeurt er iets en je schrik je het Lazarus. Nou, dan word je dus, dat is geen ramp, dan word je er bewust van gemaakt dat je ergens een beeld of een verwachting van gemaakt had. Ja, good. Als je daarvan leert, dus als je daar open voor blijft, dan neemt het aantal verwachtingen en ideaalplaatjes en al dat soort, wat ik dan Walt Disney gedoe noem, dat neemt af. En die gitaar raakt dus steeds minder snel ontstemd. En dat is prettig. En niet alleen voor jezelf, voor de mensen om je heen ook. Zo. Vroeger kon ik mezelf al warm maken om een beetje te vechten, stoeien met vechtsport en vriendinnetjes krijgen. En dat lost nu een beetje allemaal op. Ben je al zo oud?
Ja, en soms voelt het alsof ik een beetje zo niksig ben of zo. Dus ik vroeg me af, kan ik nog iets doen voor iemand of voor mezelf? Zo, ja. Ik heb geen flauw idee. Nee, dat moet ik zelf weten. Of uitzoeken, maar het klinkt alsof er gewoon iets bezig is wat nog net even tussen twee vormen in zit. Dus het beste is dan gewoon rustig doorademen. En op een gegeven moment komt het volgende hoofdstuk of whatever je dat zien wil. Dus heel vaak is het zo van dat als we vanuit van één modus zeg maar door evolueren, als je het zo wil zeggen, naar iets anders, dat er een soort niemandsland periodetje even tussen zit. Het oude werkt niet echt meer, maar er is ook nog geen nieuwe navigatie. Nou, het beste is dan gewoon kalm ademhalen, doen wat je makkelijk afgaat, wat je prettig vindt. En het manifesteert zich dan vanzelf wel wat de bedoeling is. Nou, dat is een geruststelling. Ja, relaxed. Yes. Cool. We willen over het algemeen vaak te snel weten van wat iets is of welke kant het op zou moeten. We willen zo snel dat het ingevuld is en een bepaalde vorm heeft. In plaats van gewoon eens rustig te kijken wat voor vorm of klank het wil aannemen. En ja, dan horen we vanzelf of voelen we vanzelf wel waar we wel of iets mee moeten of juist niet. Heel veel dingen niet eigenlijk. Ik kom er steeds meer achter dat mijn bemoeienis met dingen altijd minder kan en dat er vrij weinig misgaat. En dat vind ik heel prettig, want ik ben liever lui dan moe. Dus dan zit ik gewoon zo'n beetje te kijken. En ja, voordat de hond in brand vliegt is er weinig reden om me ergens mee te bemoeien eigenlijk. Dan kan ik mooi een boek lezen of een beetje Netflixen of zo. Maar ja, dan zit je niet in je persoon, maar in je bewustzijn. Ja, uiteraard. Nou ja, je in bewustzijn. Ja. Uiteraard, gewoon een beetje achteroverleunen. Ja. En op het simpele vlak, we vinden onszelf een beetje te belangrijk. Er kan altijd iets af. En als we onszelf te belangrijk vinden, dan vinden we ook de voorkeurtjes die daarbij horen. Waarvan we dan denken dat het onze eigen voorkeuren zijn, maar als je goed gaat kijken is het gewoon wat zo'n beetje iedereen wil. Dus zo origineel is het nou ook weer allemaal niet. Weet je, dan zijn we daar de godsganse dag mee bezig. Ik proef liever gewoon ruimte. En dan ja, doe je daar wat dingen in. Of er komen wat dingen voorbij die gewoon bij je passen. Ja, en voor de rest zoekt die wereld het maar uit waar ze zin in hebben of geen zin in hebben. Ik heb in het meeste niet echt veel interesse. Maar ja, dat is continu het ego wat aan je trekt dan, hè? Ja, sure. Ja. En dat is natuurlijk een illusie. Ja, en bijzonder saai. Maar ja, wel met veel aantrekkingskracht. Ja, voor mij niet. Nee. Maar voor heel veel mensen wel, ja. Simpele ziel wel. Waarom het maar simpele ziel? Ze zijn hartstikke complex. Simpel, precies. Ja, inderdaad.
Okay. Een deel van mij is een arrogante, hebberige, weet je, hoe laat ik die tomeren? Gewoon integreren met mezelf op een goede manier. Gewoon geïnteresseerd naar kijken, niet proberen het te veranderen. Gewoon kijken. Kijken, voelen, luisteren. Dan ga je ontdekken waarom die zich zo opstelt, wat daar het voordeel van is. Als er al een voordeel is, weet je wel, wat daarmee gewild wordt. Het is gewoon interessant om naar te kijken. Dus wat ik in het begin al zei, als we beginnen met een afkeuring, dan is het onderzoek eigenlijk meteen mislukt. Niks is er zomaar, weet je wel. Dus daar zit een soort inherente reden die misschien niet meer geldig is, maar de constructie ervan is ergens onbegonnen. Het wordt ergens omheen gebouwd of ergens voorgebouwd. Nou, als we het gewoon rustig aan de tijd nemen om te onderzoeken, gaan we er allerlei dingetjes in ontdekken. En door die onderzoekendheid zelf, je brengt eigenlijk bewustzijn in een onbewust mechanisme, dan gaat het veranderen. En anders krijg je dat hetzelfde principe, dus dan gaat het ego zeggen, dit stuk van het ego is slecht, en dat is dus al ego, en die gaat dat dan zitten veranderen naar een ego-model, van ik zou niet arrogant moeten zijn of niet hebberig, wat vrij christelijk klinkt, ja. Dus ook niet heel origineel. En weet je wel, en dan gaan we dat zo proberen te modelleren. En dan heb je eigenlijk, kom je dan vaak later tot de ontdekking, de ene waanconstructie verwisseld voor een andere. Dat is niet echt handig. Dus gewoon rustig onderzoeken. Door die onderzoekendheid, het voelen, het luisteren, de intuïtie erbij betrekken, weet je wel, van wat gebeurt hier, gaat het vanzelf veranderen en sowieso zijn hardheid verliezen. Oordeelloos. Yes, yes. Accepteren. Nee, niet accepteren. Gewoon zien wat er is. Ik bedoel, dat kussen ligt daar. Ik hoef het toch niet te accepteren. Het ligt daar gewoon. Het hele accepteren is kletkoek. Oké. Okay. It's already there. Weet je wel. En of ik het nou wel of niet accepteer, dat kussen wordt niet anders. Dus het is gewoon een overbodige stap. It's already there. Nou, als ik blijf zitten kijken, ga ik er van alles ontdekken. Dus ik maak vaak die vergelijking van, het is net zoals wanneer je in de tuin zit en je zit gewoon een troepje staartmezen te bekijken. Je bent ze niet aan het veranderen, je wil niks van me. Maar als je gewoon blijft zitten kijken, na een tijdje of na een jaar, dan weet je precies wanneer ze komen, wanneer ze vertrekken, wat ze eten, hoe ze met elkaar hangen, hoe hun verhouding met andere vogels en dergelijke is. Dan leer je er een heleboel van, maar je bent niet bezig de staartmees te veranderen. Zoiets. Okay. En dat is heel interessant. Plus, je komt weg van het idee van dit moet weg en het moet daar naartoe. Waarin dan meteen weer een hiërarchie zit. Dan wordt het zo streverig. Ja. Ja, cool. Ik heb de laatste week last van, of gast, komen heel veel herinneringen van vroeger naar boven. En ik word daar heel emotioneel van. Ik word daar, ja, wat moet ik dan? En vooral naar personen toe. En ja, ik vind het moeilijk. En is het dan zo dat je dan, wat jij dan vaak zegt, ja, pak die ruimte of kijk vanuit die ruimte. Probeer dat in ieder geval, ja. Dat probeer ik, of dat wil ik graag doen, maar vaak is het dan nog steeds dat een schaamte schuldgevoel. Ja, kijk, weet je, ook daarvoor geldt weer van problematiseer het niet. Van het verschijnsel doet zich voor en als we de bereidheid hebben, soms lukt het om uitgezoomd te blijven en het te kunnen doorvoelen. En soms lukt dat wel minder. Net zo oké. Het staat nergens dat we perfect moeten zijn. Maar we kunnen het op zijn minst proberen. Nou, en dan komt daarvan wat er van komt. Dan leren we ervan wat we ervan leren. Dus als het zich manifesteert, het niet als iets slechts zien, maar als een mogelijkheid om iets aan te kijken en te verwerken.
Nou, soms lukt dat in één keer, soms heeft het 10 keer nodig. Dat is oké. Okay. Vroeger was het ook wat meer onbewuster dan nu. Ik heb dat vroeger waarschijnlijk niet goed doorvoeld. Ja, dat kan. Waar het blijft ergens. Ja, dat kan. En dat gebeurt bij de meesten van ons, dus dat is op zich geen schande. Maar we kunnen de gelegenheid nemen, de poging wagen om het dan alsnog werkelijk te ervaren, zodat het kan oplossen. En sommige dingen, nogmaals, die gaan vrij snel en andere wat minder snel. En sommige dingen, dat is ook leuk, als je een paar dagen langer rondloopt, van sommige dingen horen gewoon bij je. Dat is ook oké. Maar ik ken het principe wel van wat hij ook zei van, als die geest totaal helder is, dan laat de gebeurtenissen geen littekens na. Maar dan heb je het over de ontwaakte toestand. Nou, daar geldt dat voor. Maar voor de meeste van ons moet er nog wat opruiming of achterstallig onderhoud gedaan worden. Dat is oké. Het lijkt wel of de laatste weken dat echt naar boven komt. En ja, misschien is het een soort opruiming. Misschien moet ik door deze fase ook wel doorheen gaan. Maar ik probeer het wel te doorvoelen. Ja, goed. Dus nogmaals, die bereidheid die wordt gevraagd. Niet dat we perfect zijn. Dus daarom zeg ik dat erbij, van vindt het dus ook niet erg als iets een aantal keer terugkomt. Dat is geen probleem. Je kunt ook zeggen van, nou, ik krijg een aantal gelegenheden om dit te leren of aan te gaan. En sommige dingen zijn gewoon pittiger dan andere. Ja. Yes. Het lijkt alsof al je meningen en overtuigingen, alsof dat voor jou persoonlijk is. Ik kom er eigenlijk steeds meer achter dat het gewoon eigenlijk niets met mij te maken heeft. Als klein mannetje, maar groei op, je hoort van je ouders en je vrienden, om bij die groep te horen, dan moet je dus allerlei dingen overnemen. Yes. Je hebt natuurlijk een probleempje. Yes. Ik mag me eigenlijk wel afvragen van of op zich een overtuiging wel mijn overtuiging is. Ja, inderdaad. Want zo klopt het, volgens mij klopt het op zich niet. En voor mij is daaruit de conclusie van, als het zo is, dan kan ik op zich ook eigenlijk niets verliezen wat nooit van mij geweest is. Ja, ook goed gezegd, ja. En dat geeft een soort, of het wegblijven van een verkramping. Van Jezus, dan moet ik weer wat loslaten. Hoe vaak heb ik nog niet tegen Philip gezegd, Jezus, mag ik dat ook al niet meer? Dat ook al niet meer. En ze had meestal gelijk. Maar goed, ik zit dan met die verkramping. En om dit steeds meer tot mijn doel te laten dringen. Ik vind, waar is die verkramping voor nodig? Op zich. Dat het langskomt, prima. Maar het heeft eigenlijk niks met mij te maken. Nee. Toch? Plus, weet je wel, van, ik vind dat heel mooi, van inderdaad, als ik erachter kom dat mijn overtuigingen eigenlijk tweedehands zijn, is het niet erg dat ze verdwijnen. En op een emotioneel niveau had ik zelf zoiets op een gegeven moment toen ik eindelijk begon te kijken van, het enige wat ik kan verliezen is verkramping en angst. Ja. Nooit iets wezenlijks. Ja, hoe erg is het om te leven zonder angst? Ja, behalve dan intelligente angst, van dat je op de zij stapt als er een auto aankomt en zo. Weet je wel, al die psychologische angsten, je hebt er helemaal niks aan. Het helpt ook niet. Dus ja, je overtuigingen die zijn tweedehands, de daarmee samenhangende angsten eigenlijk ook. Ze, zal ik maar zeggen, hebben je aangepraat dat dit slecht is en dat goed en dat je hiervoor moet oppassen. De meeste van die dingen hebben we nooit meegemaakt uit eigen ervaring. Het zijn verhaaltjes. In die zin mag je ook afvragen dat je überhaupt vrienden kan verliezen. Echter niet. Nee. Want die past alleen in dat oude plaatje, zeg maar. Voilà. Die blijven vriendjes als ik, zus en zo doen. Yes. Waarbij ook nog zoiets is van in vriendschappen of relaties in het algemeen, het hele idee dat het for life is, is gewoon een raar idee. De statistieken spreken het tegen. Op allerlei fronten. Weet je wel, dus weer terug naar die stemming van de vriendschap gaat door als allebei die stemmingen kloppen. Maar als die stemmingen verschuiven, dan wil het niet zeggen dat die vriendschap of relatie misging.
Er is een verandering opgetreden. Wow, leven is verandering. Ik zie niks wat statisch en stabiel is. Weet je wel? Dus ook het hele idee van ja, till death do us part, weet je wel, die kletskoek. Als het over trouwen gaat of zo, nee, till love do us part. Want ja, die liefde die verandert. Ja, ik hou nou van iets anders of van iemand anders. Ja, en? We zijn elkaars gevangenen toch niet? Ja, het mooie vind ik wel van, om dit te weten, op zich is dat natuurlijk geen rocket science. Maar om terug te komen op die metafoor van het stemmen, als dat in je lichaam doorklinkt, dan beklijf het veel meer. Dan is het wel echt, dan is het van mij. Yes. Dan kan ik wel of niet er wat mee gaan doen. Of meekijken. Zeker. Dat vind ik er weer mooi van, om bij mezelf uit te komen van, ja, ik ben ook iemand die zegt van, ja, dat weet ik niet, hoe ging dat, kan je me niet helpen, kan je mijn handje vasthouden. En, maar dat betekent dat het gewoon dat ik steeds dichter bij mezelf uitkom. En dat betekent steeds minder ruis op de lijn, zeg maar. Ja, zeker. Zoiets. Ja, plus dat we steeds minder eigenlijk een ander nodig hebben voor onze stemming. Wat niet wil zeggen dat we kluizenaar worden of zo, helemaal niet. Maar de need gaat eruit. En dat is bevrijdend voor iedereen. Hoewel het in het begin bedreigend kan voelen. Want ja, maar ik heb jou nodig. Ja, dat betekent dat er needs to be some growing up. Lijkt me zo. Want iemand nodig hebben, ja natuurlijk, als je 6 bent. Ja, I get that. Voilà. Ja, that's it. Ja. Ja. En voor mij hangt dat dus heel erg samen met liefde met een hoofdletter. Van als ik werkelijk om iemand geef, dan wil ik dat die persoon op haar of zijn eigen poten staat. Dat het een zo volwassen, volwaardig mogelijk wezen is. En daarbij helpen, ja. Yeah. Maar je helpen in de zin van je in de kleutermodus houden, no way. Dat is geen helpen, dat is klein houden. Dan krijg je een kopie van jezelf, nou, dan ben je helemaal klaar. Ja, of je houdt iemand die groeiverschijnselen vertoont, die hou je zo. Ja. Probeer je zo'n kuiken in het ei te houden, zeg maar, weet je wel, that's bad. Daaruit en dan opgroeien en dan op een gegeven moment dat nest uit. Zelf vliegen. Ja, ik vlieg wel met jou mee, ja. Nu niet meer. Zelf doen, ik kijk heus wel. Wat ik wel grappig vind aan dat hele fenomeen is, mensen willen altijd dat hun partner gelukkig is. En dan stel je de vraag, en als je partner dan gelukkig wil zijn met de buurman of de buurvrouw? Ja, there you go. Dan wil je niet dat hij gelukkig is, dan wil je dat hij doodgaat en pijn krijgt. Ja, precies. Hurt somebody, break some bones. Ja, precies dezelfde mensen. Ja, ik vind het briljant. Ja, en dan durven ze nog de mond vol van liefde te nemen. Hè? Ik hou zo van jou. Tot je iets doet. Fenomeen, want het is voor mij redelijk duidelijk dat het enige wat niet klopt, is ik. En dan zit je dan zo'n tijdje over. En dan begint dat ik weer gewoon te willen. Ik ga dit, ik ga dat, ik wil zus, ik wil zo. Rot op. Maar dat blijft maar gewoon doorgaan. Alsof er niets aan de hand is. Ja. Ik vind het bizar voor woorden. Het is een absurd theater, hè? Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk niet het probleem van dat er een ik-beweging opkomt. Het wordt pas een probleem als ik me ermee identificeer. Ja, daar doet hij dan erg zijn best voor. Of hij gaat heel hard schreeuwen. Ja. Het is een beetje een aandachttrekker, hè? Ja. En de bizarste dingen. Ik voel me nou de laatste tijd voor het eerst dat ik me kan herinneren redelijk oké. Ja, dat heeft een paar weken geduurd dat ik dat door heb.
En dan moet hij weer hoor. Moet hij weer voor de trein en weet ik wel. Hou daar nou eens mee op, man. Dat hebben we toch allemaal wel gehad. Ja, het is al een van die favorieten van hem. Mm. En dan blijft hij op terugkomen. Het lijkt wel alsof die ego-beweging zo'n elementje erin heeft. Een beetje het tegendeel van dat ding van ik wil dat je lijdt. Ik wil dat je ongelukkig bent. Ja. Hij roept ook zelden iets positiefs. Nou, wat ik ook heel grappig vond om te constateren is dat hij maakt een stelling, die mind, om hem vervolgens volledig af te branden en af te keuren. Diezelfde mind. Die dat bedenkt, keurt het ook meteen weer helemaal van. Er is geen touw aan vast te branden. En wat ik ook heel grappig vind is dat al die herinneringen waarvan jij dan zegt van ja, die willen nog gezien worden, dat is iedere keer ik. Ja. En dat vind ik ook zo verwarrend. Ik dit. Ik geloof er niet in. Maar hij brengt het wel alsof ik, oh, dit en dat. Ja. Vandaar dat ik wel eens roep, iedereen is knettergek. Ja. Het is een beetje raar om dat te constateren bij jezelf. Dat ik een raar mannetje was, dat zei ik vorige keer al, dat was mij wel redelijk duidelijk, maar het is zo bizar. En ik vind het wel leuk, die Adishanti die zegt vaak van, bij de meeste mensen in hun hoofd is het zo gewelddadig. En dat is wel heel herkenbaar, ja. En waarvoor? Want in tegenstelling tot die manier ben ik zo'n beetje die lading van al die dingen wel kwijt. Daar ben ik wel voor gaan zitten, dus. Dan blijft hij alleen nog maar schreeuwen. Terwijl er geen lading achter zit. Wat moet je ermee? Nee, niks. Sit back and watch the show. Ja, maar zo af en toe dan zegt hij dat het te lang duurde. Ja, tuurlijk. Net wat ik zeg, dat hebben we allemaal al gehad. Kom er nog een keer mee. En waarom nu? Dat is ook dus een duidelijk principe van herhalen, herhalen, weet je wel. Het is net zo'n feuilleton wat voor de 36e keer herhaald wordt. De basisbewegingen van die ego-toestand, die zijn niet echt heel erg creatief. Nee. In dat geval zit er maar één ding op. Pauze.